We gaan het dessertje maken met grapefruit, rumkaramel, muesli en gezouten pinda's. We beginnen met de rumkaramel. Daarvoor heb ik een blikje gecondenseerde melk. Heb ik 3 uur laten koken. Als je het thuis wil maken, grote pan met water, laten koken, blikje gecondenseerde melk erin en 3 uur laten staan. En dan is dit je resultaat. Hou je karamel, hou je oven. Die karamel voeg ik wat rum aan toe. Ik voeg er wat zestes van de grapefruit aan toe. Een sap van een halve citroen. En een klein beetje zout. Zout en karamel gaan heel goed samen. Nu heeft de karamel alle rum opgenomen. We gaan hem in de grapefruit zelf gaan we hem presenteren. Die ga ik doorsnijden. En die hol ik uit van binnen. Dit is als het ware je bordje waar je hem in gaat serveren. Deze grapefruit gaan we snijden en daar gaan we het vruchtvlees van gebruiken. Ik snij van me af, mocht ik uitschieten dat ik mezelf niet verwond. Laatste vliesje snij ik weg. En nu gaan we hem ontdoen van zijn vliesjes. Nu krijg je hele mooie partjes zonder zijn vliesjes eraan. Ter decoratie heb ik een bordje met muesli, daar de grapefruitschil in. Dan hebben we hier de karamel, aangemaakt met rum en grapefruit. Die doen we onderin. Dan hebben we hier wat muesli. Die hak ik een beetje fijn. En hier heb ik geroosterde en gezouten pinda's. Ik hou ervan als mijn dessert niet te zoet is, maar ook een beetje zout en hartig. En dan heb ik de grapefruitpartjes. Ik snijd in kleine stukjes. Dit is het dessertje met grapefruit, rumkaramel, gezouten pinda's en muesli.